Welkom bij dit uh, maandelijks gesprek met de burgemeester. Uh, het is, uh, we zitten midden in een uh, lockdown. Uh, en dat betekent dat we elkaar niet fysiek treffen, maar via een internetverbinding. Uh, goedemorgen, burgemeester Lemferink. Allereerst uh, de beste wensen voor het nieuwe jaar. Ja. Voor u ook en uh, voor alle kijkers natuurlijk. Ja, het is voor u ook goed begonnen. Hè? Want ik kreeg het idee uit wat u na de jaarwisseling zei. dat dit eigenlijk een jaarwisseling misschien wel uit het boekje was. Het was de, de rustigste in uw burgemeesterschap sinds 2003, zei u. Was het inderdaad zo'n zo jaarwisseling uit het boekje? Nou ja, of je het uit het boekje kunt noemen, dan had het nog wel iets rustiger gekund. Um, eigenlijk sinds 2003 hebben we al een hele lange reeks van elk uh, uh, nieuw jaar waarin het weer iets beter gaat dan, de, uh, dan het jaar daarvoor. Dat was deze keer ook zo. Dus er waren minder incidenten dan het uh, jaar daarvoor, minder brand. Uh, en dat is uh, fijn dat dat gebeurt. Dus het is geen uh, openbare ordeprobleem uh, geweest. We constateerden wel dat er wel nog vrij veel vuurwerk was. Er was een vuurwerkverbod en we hebben toch volop vuurwerk uh, zien afsteken. Ook een paar hele harde knallen waarvan we zeker weten dat die ook in tijden dat vuurwerk mocht worden afgestoten illegaal waren. Um, uh, dat hebben we zeker uh, geconstateerd. Maar uh, uiteindelijk was het wel een, um, een rustiger en beter verlopende jaarwisseling dan. De jaren daarvoor. Die ja. overigens ook al niet zo heel slecht waren in Leiden. Dus dat wil ik er nog wel even bij zeggen. Ja, hoe, hoe verklaart u dat er toch zoveel vuurwerk is afgestoken? Want er is hard ingezet, er is een schrikbeeld uh, aangejaagd van. Een vuurwerkverbod dat mag u niet overtreden. Er is toch echt veel vuurwerk de lucht ingegaan? Ja, ik denk dat het is natuurlijk uh, uh, zeer aantrekkelijk is. Uh, mensen om vuurwerk af te steken. Daarom is het ook zo gewild natuurlijk in ons land. Er zijn er die nog vuurwerk uh, uh, bij zich hadden, soms van vorig jaar. Dat is heel onverstandig om dat te bewaren. En er zijn mensen die via internet vuurwerk besteld uh, hebben. Dat is allemaal niet zo makkelijk na te gaan, zeker niet als het uit het buitenland komt. Dus dat, uh, dat soort kanalen zijn moeilijk tegen te gaan. En uh, je kunt ook niet op elke hoek van de straat een agent zetten, dus dat is ook niet uh, mogelijk. Dus de pakkans is ook niet zo heel erg groot. Nee. Nou, die dingen bij elkaar zullen uh, er wel uh, toe bijgedragen hebben, maar we moeten ons ook wel realiseren: was wel veel en veel en veel minder dan normaal. En we hebben hier ook geen katwijkse toestanden gehad. En dat is ook wel prettig. Ja, uh, u pleit al langer voor een uh, vuurwerkverbod. In Leiden is het in de binnenstad al, uh, al sinds vorig jaar aan de hand. Landelijk, uh, hey, u vindt echt dat er landelijk iets moet gebeuren. Maar ziet een vuurwerkvrij uh, en viering er dan op deze manier uit, is dit waar we dan ons op moeten voorbereiden? Ja, zeker in het begin wel. Want uh, zoiets dergelijks, uh, dat zal nooit van vandaag op morgen verdwijnen. Dat is ook de reden dat uh, ik heb gezegd nadat uh, we eerst te maken hebben gehad met een vuurwerkvrije binnenstad. Om nog niet direct de vervolgstappen te zetten. Maar eerst ervoor zorgen dat dat geperfectioneerd wordt. Zo moet je dat ook zien. Je zult wel een aantal jaren nodig hebben voordat dat echt uitdooft. Uh, en ja, dat, dat zijn dingen die, uh, die je in ogenschouw moet nemen. Ja. En daarom. Het uh, ja, zal het nog wel een tijd uh, duren. Maar nu maar eerst uh, afwachten wat de landelijke politiek ermee doet. Ja, ik heb zelf ook uh, vuurwerk in, of uh, uit de Nieuwe in Leiden gevierd. Ik moet eigenlijk wel zeggen, ik genoot van het vuurwerk. Het was, uh, het was eigenlijk een feestelijk begin van het nieuwe jaar. Uh, u zegt het zelf ook: Er zijn geen uh, openbare ordeverstoringen geweest. Het is eigenlijk rustig verlopen. Uh, is het zo'n vuurwerkverbod een, een doel op zich? Of zou je ook kunnen zeggen, nou, als het op deze manier kan, dan hebben we een prachtige jaarwisseling? Nou, kijk, er zitten nog wel een aantal andere aspecten aan vuurwerk, uh, natuurlijk. Uh, dat is één, de geluidsoverlast, problemen die dat bij mensen, maar ook bij dieren veroorzaakt. De milieuvervuiling die ermee uh, gepaard gaat. Dus er zijn nog wel een paar andere uh, argumenten. Maar ik moet eerlijk zeggen: uh, de, de huidige situatie was zeker goed te doen. En daarom ben ik er ook heel positief over. Maar, maar is het dan een doel op zich om dit helemaal uh, te verbieden, of zou je kunnen zeggen: nou we kunnen er is ook een tussenvariant te vinden? Nou, dat, dat weet ik uh, eerlijk gezegd niet. De gemeenteraad heeft uitgesproken dat ze Leiden een geheel vuurwerk vrij wilden uh, maken. En dat is op grond van een aantal argumenten. Uh, de uh, relatie die het met mogelijke openbare ordeproblemen heeft. Het feit dat het afgestoken wordt door mensen die vaak ook behoorlijk wat gedronken hebben. Dat levert ook een extra uh, risico uh, op. De geluidsoverlast. De vuurpijlen die we zagen, die leveren juist extra risico op. Uh, in de vorm van brand en in de vorm van, uh, uh, van gewonden. Dat is gelukkig deze keer uitgebleven. Zo weinig was het wel. Maar ieder jaar hebben we mensen die naar de eerste hulp moeten. omdat ze uh, gewond zijn geraakt door vuurpijlen. die net de andere kant op gingen dan wat mensen verwachten. Uh, die gehoorschade hebben opgelopen, die uh, letsel aan handen uh, of aan het gezicht hebben. Nou, dat is echt wel uh, een heftig iets. Dus ja. ik kan me goed voorstellen dat, dat, dat je dat al ziet, al voldoende argument vindt. Ik ja. uh, dus denk Was ik het eigenlijk... dit jaar ook minder. Hè? De, de, de ziekenhuisopnames, er waren zelfs geen vuurwerkslachtoffers hier in de regio. Uh, uh, ja, dan geeft dat tot te denken of niet, hè, of, of in zo'n jaarwisseling zoals we die nu gehad hebben, niet voldoende uh, eigenlijk bereikt is wat de gemeente. Zou ja, je zou hooguit kunnen zeggen, uh, blijkbaar is het nu allemaal heel verantwoord gegaan, maar wie garandeert van tevoren wie daar verantwoord mee omgaat en niet? En dat is natuurlijk moeilijk te regelen. Ja, tot slot, heeft u iets geleerd uh, voor het vuurwerkverbod in de binnenstad? Vorig jaar zei u, ja, er valt nog veel te leren, uh, bijvoorbeeld over het, op het gebied van communicatie. Heeft u daar deze jaarwisseling voor kunnen gebruiken? Ja, in ieder geval zullen we bij de binnenstad nog wel weer herhalen dat wij moeten ook communiceren in andere talen. Uh, er uh, wonen in normale jaren hier heel veel mensen die uh, de Nederlandse taal niet machtig uh, zijn. Bijvoorbeeld mensen die uh, aan de universiteit uh, werken of bij een van de bedrijven, Bioscience Park, of buitenlandse studenten. En uh, ja, die moet je uh, tenminste de informatie in het Engels aanbieden. Uh, dat bleek de vorige keer echt wel uh, niet goed gegaan te zijn. En dat gaan we dus ook zeker doen. Dat is denk ik wel het belangrijkste goed communiceren. Ja. We zijn het nieuwe jaar begonnen. U houdt ook nog een nieuwjaarstoespraak uh, vanavond uh, als we dit opnemen. Wat heeft het nieuwe jaar nodig uh, als het aan u ligt? Nou, uh, het komend jaar staat natuurlijk in het teken van terug naar normaal. Uh, eerste ronde is het vaccineren. Uh, heel belangrijk, omdat we daarmee de groepsimmuniteit uh, bereiken die we nodig hebben om weer terug te kunnen naar uh, normaal. En ik hoop dat iedereen zich uh, uh, ook goed realiseert dat de medewerking van, uh, van zoveel mogelijk mensen ook nodig is om die groepsimmuniteit te bereiken. Uh, Daarbij zegt dus u eigenlijk we moeten uh, ons allemaal laten vaccineren. Ja, dat klopt. Ik uh, zal ook de bevrijdende prik nemen, zo, zo snel als het kan. Ja, en u zegt een bevrijdende prik. Betekent dat ook dat er wat u betreft uh, vrijheden gekoppeld moeten zijn aan het halen van die prik? Ja, dat is sowieso al in Nederland zo. Um, dus niemand is verplicht, maar het is wel heel erg belangrijk om het te doen. Want het uh, geeft vrijheid voor de samenleving als geheel. Maar geeft het ook een persoonlijke vrijheid, wat u betreft? Dat denk ik wel. Want als je, um, als je uh, ziet dat een groot deel van de samenleving uh, gevaccineerd is. Ja, dan zul je ook zien dat het aantal besmettingen fors omlaag uh, gaat. En daarmee kunnen we weer terug naar normaal. En dus kun je zelf ook weer allerlei dingen doen die je nu niet kunt. Maar u zegt daarmee eigenlijk alsnog de samenleving als geheel. Ik doel er ook op dat mensen die uh, straks een aantekening in hun vaccinatiepaspoort hebben. van deze COVID-prik. dat die op zich bijvoorbeeld weer naar een festival of naar de kroeg kunnen. Ja, dat zou wel vrij. Maar dat geldt in zijn algemeenheid. Want dan zul je zien dat, de, um, dat het aantal besmettingen snel omlaag gaat. Ja, maar u zegt daarmee dat is alsnog dus iets voor de hele samenleving. En niet voor als u die prik gehaald heeft, dat u dan iets kan wat ik nog niet kan als ik de prik nog niet gehaald heb. Ja, dat, is, dat is denk ik minder relevant. Uh, kern is dat er zoveel mensen immuun zijn dat uh, het virus uitdooft. Dat is datgene wat je moet zien te bereiken. Uh, we hebben allemaal uh, geleerd te werken met het R-getal. Dus als er het aantal nieuwe besmettingen kleiner is, uh, dan één per uh, besmet persoon, ja, dan dooft die geleidelijk aan uit. En het vaccin helpt uh, daarbij, dus daar moet je van uitgaan. En dat is de basis voor het opheffen van de maatregelen. En daarmee ook voor extra persoonlijke vrijheid. Ja. Ik zie niet zozeer iets in van als jij uh, persoonlijk je prik hebt gehaald, dan mag jij vanaf dat moment weer dat doen. Uh, ik zie het veel meer op het niveau van de samenleving. Ja. Uh, iets waar ik het ook met u over wil hebben, en dat ligt eigenlijk in het verlengde van deze toenemende vrijheden, is het evenementenbeleid in 2021. Toen ik u vorig jaar sprak, zei u dat ja, de evenementen die gepland stonden, kunnen waar mogelijk uh, doorgaan. Uh, dat is de evenementenkalender die nog voor de coronacrisis uh, was opgesteld. Nu zitten we daar middenin en we zijn aan een nieuw jaar begonnen. Uh, wat voor evenementen kunnen we in de stad verwachten zodra dat weer kan? Hoe bepaalt u dat? Um, nou, in zijn algemeenheid, er wordt nog een kalender opgesteld. Uh, je kunt er wel vanuit gaan dat de eerste maanden uh, nauwelijks iets kan. Uh, veel mensen proberen nu op die kalender voor na de uh, zomer te komen. Ja, daar speelt ook wel een rol de capaciteit die er is bij de hulpdiensten. om beschikbaar te zijn als het nodig is. En dat betekent dat alle evenementen in het najaar. daar gaat hem niet worden. Uh, dus uh, daar moet ook rekening gehouden worden met. De mogelijkheid die de samenleving heeft om dat, uh, om dat te hebben. En heel veel evenementen, daar is geen enkele ondersteuning van de uh, hulpdiensten bij nodig. Maar er zijn er ook waarvoor dat wel geldt. En uh, ja, dan moet je uh, er rekening mee houden dat die capaciteit er ook is. En Leiden is niet alleen. Uh, er zijn allerlei andere gemeenten die met dezelfde vragen zitten. Je moet het er op dezelfde manier mee uh, omgaan. En dat is steeds de lijn geweest. Zorg ervoor. Dat um, het een beetje eerlijk verdeeld is. Ja, hoe zorgt u daar dan voor? Want we weten nu dat de komende maanden in ieder geval niks mogelijk is. Maar bijvoorbeeld de single loop liet al weten dat ze het evenement willen verplaatsen. Ook uh, de uh, Leiden Marathon die heeft een nieuwe datum gepland. Dat zijn allemaal grote evenementen waar ook die ondersteuning uh, bij nodig is, zoals u zegt. Uh, hoe bepaalt u dan wie daar voorrang heeft? Nou, uh, al die zaken die komen op een uh, soort kalender te staan. En in de regio kijken we met elkaar hoe, het, hoe druk het dan wordt in die periode. En uh, dan uh, vragen we advies aan de hulpdiensten of ze dat op dat moment aan kunnen. Dus dan horen we hoeveel uh, evenementen er dan in die periode in Gouda zijn. Hoeveel er in Noordwijk zijn. Hoeveel er in Alphen zijn. En met elkaar proberen we dan een keuze te maken uh, daarin. Dus dat kan niet uh, zonder meer lokaal uh, worden afgedaan. Ja. U heeft naast met de hulpdiensten ook nog met een, uh, een groep bewoners in de binnenstad vooral te maken, die zegt: ja, wij willen geen festivalisering van onze binnenstad. Nou, dat is iets wat we eerder ook besproken hebben, en wat een veel gehoorde uh, kritiek is. Houdt u daar ook rekening mee bij het opstellen van die kalender? Nou, die kalender, um, dat is eigenlijk een jaarlijks terugkerend uh, gebeuren. En ik nodig iedereen uit om de kalenders van de afgelopen twintig jaar eens op een rijtje te zetten. Maar we zien geen toename. Dat is echt niet het geval. Uh, het is ook niet zo dat de geluidsoverlast als geval van evenementen uh, nou groter wordt. Uh, vroeger hadden we meer evenementen zonder maximum geluidsniveau. En die geluidsniveaus waren echt een stuk hoger dan tegenwoordig. Maar uh, ik snap natuurlijk heel goed dat wanneer je in de binnenstad uh, woont, dat je ook wel een aantal rustige periodes uh, wilt. Dus dat, uh, dat is ook heel uh, logisch. En dat uh, pleit er ook voor om niet alles op één moment uh, te plannen. Nou, dat was dat precies is. ook wat ik wilde vragen. Want uh, in de, het evenementenbeleid is vastgelegd hoeveel evenementen er per jaar per gebied uh, plaats kunnen vinden. Um, ja, dan kan ik me voorstellen dat dat niet in het voorjaar is. Dat al die uh, mogelijkheden in het najaar worden uh, uh, ja, uh, uh, genomen. Uh, en dat er dus uiteindelijk dan toch die hele drukke periode ontstaat. Nou, dat, dat probeer ik ook te zeggen. Dus behalve, daar heb je gelijk in, behalve de, uh, de afweging hoe het um, uh, in de regio gaat en of dat überhaupt uh, kan qua capaciteit, veel in de hulpdiensten speelt ook mee. Um, wordt het niet te druk op bepaalde plekken, kort achter elkaar, heel lang heel veel uh, genoeg. Ja, en tot slot dan deze week roept de, de evenementensector met een pagina groot advertentie vandaag ook in de krant op... om duidelijkheid, om uh, helderheid, zodat ze kunnen beginnen met de voorbereidingen. Kunt u die bieden, die, die duidelijkheid, voor wanneer er evenementen kunnen plaatsvinden? Nou, um, de, de hoofdlijn is toch datgene wat het kabinet besluit hierover. Uh, de besluiten worden niet lokaal, regionaal genomen van wat kan en wat niet uh, kan... Um, en het kabinet heeft die duidelijkheid nog niet geboden. Dus wat je nu kunt doen is um, verwachtingen uitspreken. En als het met de vaccinatie goed gaat, dan moeten we rond de zomervakantie uh, in een situatie zitten dat we langzamerhand weer terug kunnen naar normaal. Ja. En uh, ja, dan, dan, dan betekent het dat het najaar logischer is voor het organiseren van evenementen dan het voorjaar. Maar dat hadden de evenementenorganisatoren zelf ook al bedacht, ja. want anders waren ze niet massaal naar het najaar uitgeweken. Nee, precies. Dus hey, u zegt ook de, voor het najaar, daar, echt voor, voor het grote evenement, is dat de, de, de eerste de logische mogelijkheid om dat soort evenementen plaats te laten vinden. Ja, en dat is dus ook lastig om te kijken of we dat goed met elkaar kunnen afstemmen. Ja. Tot slot dan, uh, u uh, um, tijdens uh, tussen Kerst en Oud en Nieuw, toen uh, kwam u uh, uh, met uh, het bedelverbod, zoals dat genoemd wordt, in, uh, op uh, zeven plekken in de stad. Uh, is het vanaf nu verboden om je hand op te houden? Dat was eerder nog niet mogelijk, maar door een aanpassing in de algemene plaatselijke verordening is dat nu wel uh, mogelijk. U hebt daar gekozen vooral voor de binnenstad en het stationsgebied, daar uh, is veel overlast. Uh, er zijn ook andere gebieden in de stad die zijn aangewezen. Uh, hoe erg was de situatie dan dat u dit, deze maatregel moet nemen om het echt een verbod te maken? Nou, we merkten dat er, er toch wel behoorlijk wat klachten waren over het, uh, het bedelen. In de oude APV was er ook een bedelverbod, maar uitgaande van het feit dat je niet hinderlijk mocht bedelen. Dat is een formulering die uiteindelijk niet goed handhaafbaar is door politie en door uh, onze handhavers, omdat je elke keer de discussie krijgt uh, of hinderlijk ook hinderlijk was. Uh, en uh, dat was niet goed mee te werken. En nu uh, hebben we het uh, uh, algemeen verboden, net zoals in heel veel andere uh, gemeenten. Uh, waarbij overigens altijd wel prudent wordt omgegaan. Het is niet zo dat wanneer het heel uh, netjes uh, gebeurt, dat het per definitie. Uh, altijd iedereen op de bond geslingerd uh, wordt. Maar het biedt handhavers de mogelijkheid om op te treden. En overigens, de meeste uh, bedelaars zijn ook wel bekend bij de hulpverlening. En er is ook heel veel ander, anders mogelijk dan bedelen in, uh, in Leiden om rond te komen. Ja, want, want daar kwam meteen ook de meeste kritiek op uh, toen wij hierover schreven. Namelijk, ja, er is een boete van zo'n 95 euro mogelijk als je dan bedelt. En daarvan zeiden heel veel mensen, sleutelstadlezers, van ja, hoe kan een bedelaar nou 95 euro boete betalen? Wanneer wordt zo'n boete uh, opgelegd? Nou, dat, dat kan natuurlijk zijn als er sprake is van uh, echt vervelend gedrag. En uh, dat zien we natuurlijk uh, her en der en we willen voorkomen dat dat gebeurt. En laten we wel wezen, Nederland heeft vrij goede voorzieningen, dus bedelen is niet echt strikt nodig om, uh, om rond te komen. Uh, en daarom uh, willen we dat ook zo. En daarnaast uh, is er ook heel veel hulpverlening, dus als mensen echt uh, hulp nodig hebben, kan die ook geboden worden. U ja, zegt bedelen is niet strikt noodzakelijk. Toch uh, zijn er bedelaars in Leiden en uh, kan ik me voorstellen dat mensen dat ook niet vanuit hun plezier doen. Uh, is het dan niet symptoombestrijding om die mensen aan te pakken en niet te kijken van uh, hebben we wel voldoende hulpverlening om ook deze mensen aan te pakken? Ik denk dat er voldoende hulpverlening is, want ook niet iedereen die daarvoor in aanmerking uh, uh, komt, die maakt gebruik van dit instrument. Nou, u heeft het nu op zeven plekken in de stad verboden, dus de binnenstadstationsgebied en op een aantal winkelcentra en andere ja, overlastplekken. Dan kan ik me voorstellen dat, uh, dat bedelaars ook zoiets hebben: hé, hey, uh, er zijn andere plekken in Leiden die nog niet verboden zijn, laat ik me daar eens uh, naartoe gaan. Uh, het zogenoemde waterbed-effect, bent u daar niet bang voor? Nee, ben ik eigenlijk niet zo uh, bang voor. Um... Uh, ik verwacht het eigenlijk niet, uh, want uh, de plekken die aangewezen zijn, zijn de plekken die niet voor niets nu de meest populaire zijn om te bedelen. Daar komen veel mensen uh, langs. Uh, dan is dus de kans op succes ook het grootst. Uh, op heel veel andere plekken is die kans ook gewoon kleiner, dus dat uh, uh, denk ik niet dat dat snel zal uh, gebeuren. En mocht er toch nog locaties zijn, we zeggen ja, die hebben we over het hoofd uh, gezien. Dan kunnen we altijd nog besluiten om zo'n locatie uh, ook uh, toe te voegen. Uh, ik verwacht overigens niet dat dat nodig is. Hey, toch nog even die vraag, wat verandert er nu? Want u zei het was al uh, mogelijk om dat hinderlijke uh, bedelen te verbieden. Nu ja. is het helemaal uh, verboden. U zegt handhavers die krijgen meer uh, mogelijkheden om het aan te pakken. Maar u zegt ook, ja, ze gaan het niet direct aanpakken. Dat, uh, wat, wat, wat verandert er concreet op straat nu? Er komt geen jacht op bedelaars. Uh, dat zal zeker niet zo, uh, zo zijn. Maar uh, signaleren handhavers uh, gedrag dat dus niet mag, dan kunnen ze optreden. In de oude situatie komt dat vaak niet. En uh, het geeft hen dus een instrument. Zo moet je het eigenlijk zien. Ja, en dan zegt u misschien kiezen ze er eerder voor om iemand toch naar een hulpverleningsinstantie te brengen dan die boete te geven. Dat kan. Uh, maar het kan ook uh, sommige uh, mensen die kennen wel heel lang. We zeggen jongens, het is nu klaar. Ja. Uh, dus nu krijg je een boete. En is dat ook de instructie die u aan nu handhavers heeft gegeven... van uh, bekende mensen eerder op de bond slingeren... en anderen proberen nog te helpen? Nou, uh, eigenlijk in algemene zin gaan we ervan uit... dat de handhavers en de politie zelf hun afwegingen maken. In de hele binnenstad geldt ook een alcoholverbod. Maar we zien als op het Rapenburg een studentenhuis een bank naar buiten sleept en met een biertje op de bank buiten gaat drinken. Mag dat formeel niet, maar het wordt eigenlijk nooit tegenopgetreden. Is niet hinderlijk, is geen uh, probleem, dus uh, laten we dat. Maar het verbod wordt wel gebruikt als er op bepaalde plekken echt uh, hinderlijk gedrag wordt vertoond. Omdat het hinderlijk gedrag altijd moeilijk te omschrijven uh, is, om te zeggen waaruit bestaat die hinderlijkheid. Maar dan kun je gewoon zeggen: nou, je krijgt een bom vanwege uh, alcohol op straat. En uh, op die manier uh, is het een hulpmiddel om het rustig te houden in de binnenstad, wat we graag willen. Ja. Tot slot nog even, de gemeenteraad heeft in december uitgesproken... dat, u nog, dat ze u nog zes jaar wensen als burgemeester van deze stad. Betekent dat u dat u ook plannen aan het maken bent... Om, weer, om nog nieuwe ambities in de praktijk te brengen? Ja, ik vind het allereerst ontzettend fijn. Ik ben zeer verknocht aan Leiden. Dus ik ben er heel blij mee dat de gemeenteraad dit heeft uitgesproken. Nu natuurlijk nog even afwachten of ook uh, het goed gaat bij de commissaris van de Koning en het kabinet. Um, maar vanuitgaande dat dat zo uh, zal gebeuren, uh, ga ik met, uh, met volle kracht uh, aan de komende zes jaar uh, werken. En ja, ik heb best een aantal dingen in mijn achterhoofd waar ik de komende uh, periode nog aan ga werken. En daar ga ik nu eens eerst uh, samen met ambtenaren over praten hoe we dat aan gaan vliegen. En waar denkt u dan aan? Ja, daar ga ik niet heel uitgebreid nu uh, op in, omdat ik daar ook nog uh, met mensen over wil praten. Ja, dus daar komen we dan over een maand op terug? Ja, misschien iets langer. Ja. Uh, dank uh, voor dit gesprek. Dit gesprek uh, wordt uh, herhaald uh, tot uh, zondag uh, 10 januari. Op Sleutelstad uh, is dat te bekijken. Uh, en ik spreek u uh, volgende maand weer, uh, dan uh, in februari, het gesprek met burgemeester Henri Denfrink. Bedankt.